Woensdag en een woensdag betekent altijd nieuwe week. En we zijn aangekomen bij week 22. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. We beginnen de vlog met nieuwe kleren. Ik heb weer kleren besteld. Ik zweer, dit is het laatste wat ik besteld voor mezelf. Ik heb nu genoeg. Zeg ik nu. Ik ga het even laten zien. Want ik heb een nieuwe sportbroek gekocht. Nou, van de voorkant zie je niet zoveel. Maar van de zijkant wel. Kijk, en hij heeft aan de onderkant dit. Ik heb eigenlijk nog niet gekeken of hij doorschijnt. Maar hij is van de CNA. En dit is dus maat XS. Ik dacht, oeh, dat is vast te klein. Oh, hij schijnt wel door, zie ik nu. Maar ik doe er nog iets overheen. Maar ja, mijn buik begint nu zo te groeien dat ik hem niet meer kan hiden. Zo moet ik zeggen. En het past ook gewoon allemaal niet meer. Dus ik had een sportbroek. Die scheen ook door, maar ik vond deze mooier. En hij was niet zo heel duur. Wat kostte die eigenlijk? €26. En dan kan ik er weer tegenaan met sporten. Hè, dan is dat in ieder geval geen excuus dat ik mijn sportkleren niet pas. Dus ja, die wil ik eventjes laten zien. Ik heb nog meer besteld, dus ga ik ook even laten zien. Ik moet gewoon lachen. Oké, dat broekje was het dus alleen nog maar een XS. En deze was het dus nog alleen maar een XL, maar die is wel echt te groot. Ik dacht, boeien, dat past vast wel. Ik ben groter geworden. Maar niet. Sorry. Maar dit ziet er nog heel stom uit. Oké, deze is te groot. Deze moet terug. Oké, wat ik ook nog besteld heb. Dit is maatje M. Dit is eigenlijk de maat die me het comfortabelst zit. Dit is die ik ook bij de H&M heb gekocht. Maar je kunt niet goed zien op camera, denk ik. Maar hij is donkerblauw. In plaats van zwart. En hier zitten van die strikkies. En dit is een beetje een soort joggingbroek slash sportbroek. Maar ik vind dat ik deze ook gewoon normaal aan kan. Ja, zit wel prima. Maar zoals je ziet, het buikje is lekker aan het groeien. En ik hoor ook deze week, of na de afgelopen week, heel veel mensen die zeggen... Oeh, hij is lekker aan het groeien, hè? Dus ik heb het idee dat die voor heel veel mensen van... Ja, als anderen het zeggen, die zien dat toch beter dan dat ik dat zelf doe. Want zelf zie ik het iedere dag natuurlijk. En wat ik ook merk is dat hij sinds vorige week heel erg jeukt. Zo, dus ik zit de hele tijd zo... Dat is meestal ook een teken van groei. Dus... Nou ja, ze is lekker aan het groeien. Dat is alleen maar goed. En nu is het dus tijd to work out. Dat ga ik niet filmen trouwens, want ik vind dat altijd een beetje awkward. Maar vullen even het flesje, want ik heb dorst de hele dag. En ik denk door die drank dat mijn buik alleen maar, of door het water, dat het mijn buik alleen maar groter wordt, want... Het is allemaal vruchtwater waar het in omgezet wordt, volgens mij. Het is nu donderdag. Ik heb mijn werk trui aangetrokken. Die past gelukkig nog. Die is namelijk vrij ruim. En vandaag staat op de planning van mij dat ik dit eventjes helemaal in de grondverf ga zetten. Maar dit is al in de grondverf, dus die hoeft misschien niet. Maar alles wat niet in de grondverf staat, ga ik in de grondverf zetten. In de babykamer. Dus... Dat ga ik even doen. En daarvoor had ik jullie er even bij gepakt. Dus nu zie je dat ik ook wel iets doe in de babykamer. Een dag later, want ik was vergeten te filmen. Maar dit is het eindresultaat. De eerste grondverf zit erop. Nou moet het geschuurd worden. En nog een keer grondverf. Want het is nog niet goed genoeg. Maar het is al mooier dan helemaal bruin. Maar je ziet wel waar ik grondverf heb gedaan. Het is echt niet netjes. Nou, dat hoeft ook niet bij grondverf. Dus dat is de update van de babykamer. Gisteren was Eline hier. En die had een mooie knuffel uitgezocht door haar zoontje. Voor het babymeisje van Nikki. Wat een schattig knuffeltje. En ook deze ukkepot. Een baby. Er zijn allemaal vragen op die je kan doen tijdens een babyshower of... Een kraambezoek. Heel leuk. Dus die wou ik ook nog eventjes in de vlog laten zien. Dag meteen, Mathia. Wing Guardium Leviosa. Leviosa.
Het is inmiddels zaterdag in week 23 en vandaag gaan we iets heel leuks doen, wat we al heel lang geleden gepland hebben. Maar ja, dit was het eerst mogelijke moment dat Anne en Klus naar Anne vooral kwam. Ik ben bij Anne en Klus Geert en bij Flynn en Pelle. En we gaan vandaag de behang voor de babykamer ontwerpen zelf. En ik ga het jullie dadelijk laten zien hoe we dat gaan doen. Maar dat is wel leuk. Ik hoop dat de levertijd niet zo lang is. Dus dat na vandaag niet zo lang meer duurt voordat we het hebben. Maar dat gaan we zien. Gisteren heeft hij bijvoorbeeld die hele stoommachine uit de kamer gehaald. Wat? Mag ik een robot maken? Huh? Gaan we hem weer opnieuw maken? Oh. Ik zet mijn bril even af, want die reflecteert door de ramen. Ik wou zeggen dat ik weer mijn camera had. Wow. En dit is een beetje het begin van het gordijn. Behang. Maar er moet nog wat meer detail bij. Maar ik vind het zo mooi. Dat heeft Anne echt zo mooi gemaakt. Echt niet normaal. Dat heb ik. En ik ben, nadat we het behang hebben uitgezocht, even met mijn moeder gaan shoppen. En ik dacht, dat is wel weer leuk om even in de vlog te laten zien. Want ik heb wat babydingen gekocht. Er komen 2 baby's eraan. Ik weet niet of ik dat in deze vlog ga laten zien. Maar als ik het laat zien, dan zeg ik wel even tegen Chantal of Simone dat ze even niet moeten kijken. Want anders weten ze al wat ze krijgen. Maar laat ik even zien wat ik allemaal gehaald heb met mijn moeder. Het was in ieder geval heel gezellig in de stad. Dus nou even laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Zijn jullie ready voor een mega shoplog? Want ik heb best wel een hoop gekocht. Terwijl ik had helemaal geen geld. Maar toch heb ik een hoop gekocht. Nou klinkt het echt alsof ik een of andere shopaholic ben trouwens. Ik heb niet hele dure dingen gekocht. Ik heb iets heel belangrijks gekocht. Dat is namelijk die. Dat is een nieuwe winterjas. Ik heb namelijk allemaal winterjassen. Die precies tot mijn buik komen zo. Tot mijn navel. En dat ziet er nu zo dom uit. Met die dikke buik. Dus ik dacht, tijd voor Nagini die stiekem naar binnen komt wandelen. Tijd voor een wat langere. En ik dacht, ik wil er niet te veel geld aan uitgeven. Dus ik heb voor 23 euro die jas bij de Zeeman gekocht. Ik zal hem zo even aantrekken. Gaan we eerst even de rest laten zien wat ik heb gehaald. Laten we hier maar gewoon beginnen. Ik heb 3 Sinterklaas inpakpapierrollen gehaald. Ik heb het een en ander wat ik moet inpakken voor Sinterklaas al. Hier ook nog 2 neutrale voor de baby cadeautjes die we... We hebben 2 bijna geboortes in onze directe omgeving. Dus ja, daar moest ik even leuk inpakpapier voor halen. Allebei bij de Vibra gekocht. Nou, even een lekkere body butter. Van Terme. Die was in de aanbieding bij Holland & Barrett. En ik dacht, ik wil even een grote bak, weet je wel. Waar ik me goed mee kan insmeren. Dus die heb ik gekocht. Nou, dit rompertje had ik echt al 3 keer in mijn handen gehad. Die vond ik zo leuk voor onze kleine meid. Dus ik zei dat tegen mama. Toen zei mama, nou dan krijg je hem voor mij. Dus deze heb ik van mijn moeder gekregen. Nou ja, eigenlijk onze kleine meid. Heel leuk. Bij de Hema heb ik voor 4 euro per stuk nieuwe shirtjes gekocht. Even maat 40. Ik heb normaal maat 36, maar die zitten dan wel ruimer. Met een wat lager décolleté, want ik vind dat met grotere borsten toch een stuk mooier. Ze hadden alleen geen normale kleuren, zwart of wit of grijs. Dus ik heb dit zalmkleurtje en dit aubergine kleurtje. Die moet ik nog even passen, maar ik denk dat die wel goed zitten. Nou, dan heb ik op de markt deze panty gekocht. XXL, want dan kun je hem omdraaien. Dat zei die mevrouw op de markt. En dan kun je, zo maar zeggen, die 2 naden die normaal over je kont lopen, die lopen dan over je buik. En dat is echt
veel fijner, denk ik. Dus die heb ik gekocht. Nou, dit is iets wat... Ik raak altijd mijn scharen kwijt. Ik dacht, ik koop gewoon weer twee nieuwe. Nou, Nicky mag vanavond zijn schoen zetten. En die krijgt een praktisch cadeau. Een appelstukjesnijder. Dus die ga ik zo inpakken. Deze was op de BB Cream Medium. Die gebruik ik altijd. Van de Hema. Dus die heb ik ook maar weer aangevuld. Nou, ik heb dus de laatste tijd zoveel last van kramp in mijn kuit. In 's nachts. Dat ik dus even magnesium... olie. Dat moet je op de onderkant van je voeten spuiten iedere nacht en dan, of ja, iedere avond. En dan schijn je minder last daarvan te hebben. Nou, omdat Nicky zijn schoen mag zetten, ik zelf ook. Ik vind deze heel lekker, dus die ga ik voor mezelf in de schoen doen. Nou, dan komen we dadelijk... Ja, nu mag Chantal en Simone even niet meer kijken. Dit Pietenpak vond ik zo schattig. Dit heb ik voor Christy aangekocht. De zus van Nicky, die krijgt een kindje. Heel binnenkort. Dat is echt afwachten wanneer het komt natuurlijk. En ik dacht, Christian die krijgt dan natuurlijk ook een cadeautje. Dus vandaar dat we deze Pietenpak. Ik denk, nou, dan heeft hij ook een leuk pakje om aan te trekken. Vlak voor de Sinterklaas natuurlijk. Dus die is voor Christian. Nou, dit is het volgende pakje. Dat is van voor Simone en Matthijs. Die krijgen een jongetje. En hier ga ik dan... Ja, dit vind ik zo'n mooi rompertje. Omdat die zo'n omslag is. Met lange mouwen. En dan doe ik hier zo de naam die ik nog niet weet. Die ga ik dan hier opzetten. Dus het is dan homemade. En dan doe ik dus ook hetzelfde bij het kindje van de zus van Nicky. Maar dan dit pakje. Rompertje. Ook de naam erop. En hier zit dan nog een pakje bij. Little Brother. Met een vestje. Lekkere stof. En dan dit broekje. Want dat is dan een beetje hetzelfde als dat rompertje. Dus dat is mijn hele shoplog. Ga ik nu even die jas laten zien. Ik zoek even een plekje waar ik jullie neer kan zetten. Het gaat natuurlijk om die jas. Dus je hoeft mijn hoofd niet per se te zien. Kijk. Mijn buik is zo. Poing! En dit is de jas. En hij is lekker lang. Of ja, niet super lang. Maar wel lang over mijn bil heen. We zitten drie knopen aan. Dit is maat 40 ook, volgens mij. Ik denk dat ik gewoon moet accepteren dat ik in mijn zwangerschap gewoon maat 40 heb. Dat is ook helemaal niet erg. Maar als je van 36 komt, is het wel even omschakelen. Ja, en dit is dan mijn nieuwe jas. Voor deze winter. Hij is niet super duper dik. Maar ik heb toch altijd hele dikke truien. En lange mouw daaronder. Ik heb 100 lagen al gedaan. Dus dit is dik genoeg. Helemaal voor de dingen die ik ga doen. Ik ga toch niet uren buiten staan of zo. Dus ja, mijn nieuwe winterjas. Het is zondag. En Nicky die gaat de vloer leggen in de babykamer. Dus ik ga het eventjes laten zien hoe het er nu uitziet. Dus ja, dit is de vloer in de gang. En er ligt nu alleen maar ondervloer in. Kijk, in dit stukje hebben we nog een beetje extra ondervloer. Dan wordt het echt een grotere kamer als daar vloer ligt, joh. Ja. Qua oogte denk ik groter, denk ik. Denk ik wel, ja. Dus jullie zien straks misschien wel wat shots dat ik hier aan het doen. Of niet. Of niet. En anders dan zien jullie gewoon het eindresultaat. Als je het hebt, dan... Nee, dat kan ook. Het is gewoon zondag, hè, dus. Twee verder, maar het eerste stukje ligt er. En dat is deze. En dat is echt een rot stukje. Maar ik ben blij voor Nicky dat het hem gelukt is. En goedemorgen, het was dinsdag alweer, laatste dag van week 23. Het lijkt net of ik hem uitzet expres voor de... Dat doe ik ook een beetje, sorry. Ik heb nu de panty aan, die XXL die ik van de weekend heb gehaald. En het is echt een top aankoop. Het zit niet tot dat ik hem boven mijn hoofd kan strikken. Hij gaat gewoon mooi over mijn buik. De naden zitten dus hier en hier en dat...
Dat werkt goed. Dus dit is echt een top aankoop. Nog iets anders wat ik wilde zeggen. Oh ja, ik ga dus mijn haar vandaag verven. Het gaat wat blonder worden. En nog iets meer. Maar dat zien jullie wel in het volgende shot als ik weer thuis ben. Zo, de haartjes zijn weer gedaan. Ze heeft het een stuk blonder gemaakt. Ik vind het echt heel mooi. Ik wilde eigenlijk ook verlenging, maar mijn extensions waren echt zo niet meer de juiste kleur. Dat ik dat maar even gelaten heb. En nu gaan we dat de volgende keer doen.